Brand in hennepkwekerij Nieuwegein met moeite geblust. En Leidse Rijn zet bouwput in het licht. Goedenavond, welkom bij U Vandaag. De brand die woedde in een hennepkwekerij op het industrieterrein in Nieuwegein is met grote moeite geblust. De eigenaar van de naastgelegen postzegelhandel zag rookpluimen en lichtte de brand weer in. Deze kwam met meerdere wagens naar het bedrijfspand aan de Grote Wade in Nieuwegein. En daar bleek dat in het pand honderden wietplanten stonden en er met een meterkast was gerommeld. En daarom moest de brandweer met grote zorgvuldigheid optreden. Daar hebben we ook de hulp ingeroepen van een specialistenteam uit Amsterdam-Amsterland. En die hebben een speciaal apparaat bij zich, de Cobra-cutter, waarmee je door muren heen kan blussen. Ja, en hoe dat vuur is ontstaan, dat is onduidelijk. Een auto is vanmiddag op de kop op de tramrails in Utrecht terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising tussen de Beneluxlaan en de Amerikalaan. Twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tramverkeer is tijdelijk gestremd geweest. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. En hoe het ongeluk nou precies heeft kunnen gebeuren is ook onbekend. Bij knooppunt Rijnsweerd in Utrecht is afgelopen nacht een vrachtwagen in de slip geraakt en in de vangrail terechtgekomen. De bestuurder bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde op de verbindingsweg van de A28 naar de A27. De vrachtwagen botste eerst tegen de linker vangrail en kwam daarna tegen de rechter vangrail tot stilstand. De truck raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept. Bij een tankstation op de N234 bij Soest is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen. Daarbij werd een lantaarnpaal, een vlaggenmast geramd. De bestuurder is aangehouden. Het is nog niet duidelijk of er drank in het spel was. Er is een specialist opgeroepen om het tankstation te inspecteren. De N234 is bijna 2 uur afgesloten geweest. Treinreizigers moeten de hele herfstvakantie rekening houden met vertragingen en uitval van treinen rond Utrecht Centraal. 9 dagen lang werkt ProRail aan de sporen rond het station. Door die aanpassingen moet er in de toekomst meer treinen kunnen rijden. Het huis van Wesley en Jolante Snijder in Vleuten is verkocht. Dat meldt de website bekendeburen.nl. De villa stond al 6 jaar te koop voor een kleine 2 miljoen euro. Toen het te lang duurde, werd het huis uit de verkoop gehaald. Sinds april konden potentiële kopers zich weer melden voor een kleine 1,5 miljoen. En dat is gelukt. Ja, aan de vele grote bouwprojecten in en om Utrecht kun je je ergeren. Maar je kunt ook de schoonheid ervan inzien. Nou, met die gedachte werd op de bouwplaats in Leidse Rijn gisteravond een grote licht- en sculpturenshow gegeven. De bouwplaats rond het Berlijnplein veranderde daardoor voor 1 avond in een gigantische disco. Met dit kunstwerk won de organisatie een prijsvraag van de gemeente. Bewoners werd gevraagd een plan te bedenken om te laten zien hoe leuk Leidse Rijn is. Dit is het grootste bouwpunt van Nederland en dat wouden we graag als kunstproject laten zien. Dus zo is het begonnen en dit hebben we uitgewerkt. En de schaalgebouw symboliseert een viering. Nou, dit ziet er feestelijk uit. Het symboliseert de viering van de bouwpunt. De discoavond viel in ieder geval goed in de smaak bij het publiek. Fantastisch. Ik vond het heel vet, want je ziet bijna nooit zo'n grote discobal en dat is gewoon heel leuk om te zien. Ik vind het heel erg leuk en ik ben blij dat ik erbij aanwezig ben. Verlichtend. Ik vond het heel erg mooi, want hij had heel veel kleurtjes en hij glanste heel mooi. En ik heb nog nooit zo'n grote discobal gezien. Ja, en of ze ooit weer zo'n grote discobal gaat zien, dat is nog maar de vraag. Het schaalkabaal was een eenmalig kunstwerk. Een uniek stukje bos midden in de stad. Dat is de wens van Maarten Bruns. De ooit zo rommelige lege lap grond in de Kremerstraat die moet omgetoverd worden tot een groene oase. In de Kremerstraat in Utrecht gaat iets heel bijzonders groeien. Een levensecht bos. Maar het zijn niet zomaar wat extra boompjes. Nee, het moet een speciaal minibos worden. Het bijzondere aan Tiny Forest en een bos op deze plek is dat het bos echt naar de mensen toe komt. En dat is natuurlijk ook belangrijk, zeker in de stad waar heel veel
Ja, beton is waar heel veel, bakstenen is waar heel veel asfalt is. Mensen van de Kremerstraat en daaromheen werken allemaal op hun eigen manier mee aan het bos. Maarten maakte een animatie om te laten zien hoe dit werkt. De natuur in de stad wordt steeds minder, terwijl de stad juist groter wordt. Een groep mensen zocht uit hoe ze de natuur weer terug konden krijgen. En zo ontstond het idee voor een minibos midden in de stad. En dat zorgt ook weer voor een meer diverse natuur. Shupendu Sharma is een echte Tiny Forest expert en reist de wereld rond om advies te geven. En dat is dé kans voor Maarten die Shupendu het hemd van zijn lijf vraagt. Ja, voor ons is het geweldig dat Shupendu er is, want die heeft hier al jarenlang ervaring mee. En die kan heel goed en heel snel zien wat we moeten doen met de bodem om er zo snel mogelijk bosgrond van te maken. En voor het oog van de expert wordt al snel duidelijk dat de grond er nog niet helemaal klaar is. Well, this soil is mostly dumped here. It's all sand. So you can see it's very loose. It cannot hold water, which is essential for trees to grow. Nog even aansleutelen dus, maar dat is het waard. This supports so much of biodiversity that you start feeling a connection back to nature right there, living in the city. Zo'n minibos is dus erg waardevol, zelfs als het maar een klein stukje grond midden in de stad is. Maar het doel is ook om op veel meer plekken in Utrecht dit soort tiny forests te maken. Ja, om dit te betalen doet de Kremertuin mee aan een landelijke wedstrijd. En zo hopen ze natuurlijk die hoofdprijs te winnen. Want een minibos, ja, dat mag wat kosten. Dan gaan we nog even kijken naar het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Vannacht weinig bewolking. Er ontstaat plaatselijk wat mist. En morgen, dan wordt het iets beter. Er is zelfs kans dat de zon wat gaat schijnen. Het wordt zo'n 17 graden. Tot zover deze uur vandaag. Morgen om 5 uur dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Wat ons betreft heel graag tot dan en nog een hele fijne avond.